Dag allemaal, ik ben Geert Mak. En ja, u snapt het al, ook wij van de VPRO met onze serie In Europa zijn lelijk door dit virus gepakt. Gelukkig niet letterlijk, wel figuurlijk. Dat begon al in maart toen onze ploeg bezig was in Frankrijk. Dat liep letterlijk vast in de coronamodder. Opeens konden er geen afspraken meer worden gemaakt. Opeens werd het reizen steeds moeilijker. We konden gewoon niet verder. Dat gaat nu weer beter. Sommige grenzen kunnen weer worden overschreden. Researches kunnen weer aan de gang. Er kunnen een paar afspraken voor interviews worden gemaakt. Langzaam komt die machinerie van deze serie weer op gang. En ik hoop dat we eind oktober kunnen beginnen met uitzenden. Ja, voor mezelf was het ook een rare tijd, want opeens moest ik het slot van mijn boek over de geschiedenis van Europa van de afgelopen 20 jaar, grote verwachtingen, dat slot moest ik volkomen herschrijven. Dit was een gebeurtenis die onvermijdelijk nog in dat boek hoorde. Ik had soms het gevoel, toen ik het boek schreef, had ik al een intuïtief gevoel. Dit kan wel eens een voorspel zijn voor iets. En eerlijk gezegd, een voorspel voor iets wat mij niet beviel. Maar die gevoelens had ik. Alleen dat, ja, dat onbehagen zich zo zou gaan uiten in de vorm van een pandemie, dat had ik nooit gedacht. Kortom, ik moest schrijven. Deze geschiedenis moest opnieuw op papier komen. U zult het ook begin juni in de boekhandel zien als aanvulling op dat boek. Waarschijnlijk een soort pamfletje. Het zal niet veel kosten en de opbrengsten gaan naar de boekhandel. Maar als u het boek al hebt, dan kunt u ervan op aan. Dit is een nuttige aanvulling en het komt gewoon in de volgende drukken. Maar dit terzijde. Als je zoiets schrijft, dan dat heeft allerlei haken en ogen. Maar je wordt wel gedwongen, en dat is heel leerzaam, om alles eens op een rijtje te zetten. Zelfs de geschiedenis van deze 4 maanden. En dan zijn er een paar dingen die opvallen. Ten eerste, deze pandemie was aan alle kanten een aangekondigd onheil. Natuurlijk door de virologen, die bijvoorbeeld regelmatig al melding maakten en ook grote moeite hebben gehad soms. De Wereldgezondheidsorganisatie was daar heel actief in, om pandemieën de kop in te drukken. Dat heeft de afgelopen decennia al vaak een rol gespeeld. Maar ook de inlichtingendiensten, van onze eigenste AIVD tot en met de CIA. Vanaf de jaren 90 waarschuwden die voortdurend, denk eraan, oorlogen blijven riskant en gevaarlijk, maar misschien is een groter gevaar dat de wereld bedreigt, een pandemie. En de Amerikanen bijvoorbeeld hebben dat heel serieus genomen. Zeker de regering Obama. Er zijn allerlei exercities bedacht. En het dossier waarmee de regering Obama de zaken overdroeg aan de regering Trump, dat is een normale procedure, dat overdrachtsdossier, daar waren hele bladzijden gewijd aan die dreigende pandemie. Daar is heel veel aandacht aan gegeven. Alleen, de assistenten van Donald Trump hebben dat zeldzaam nuttige dossier gelijk letterlijk in de vuilniskoker van Trump Tower gedumpt. Zodat de regering toch weer redelijk met lege handen stond toen er werkelijk een pandemie losbarstte. Hier in Europa was het eigenlijk ook een beetje zo. De Chinezen waren wat traag, maar toch 18 januari was het echt groot alarm. En na anderhalve week nam de Wereldgezondheidsorganisatie dat over. En bijvoorbeeld ook de Europese Unie op 26 januari stelde die alle hele crisissystemen in werking. Er werd wel degelijk in de wereld van zeg maar inlichtingensystemen en ook uiteraard de wereld van de virologen stonden alle alarmbellen te rinkelen en te loeien. En toch waren veel Europese regeringen traag. Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe traag ze waren. Met één uitzondering, Duitsland. Die degelijke Duitsers hadden al in 2005 een nationaal pandemieplan gemaakt, een scenario wat er moest gebeuren als dit soort signalen over de wereld zeilden. En daar hebben ze zich keurig aan gehouden. En dat heeft ook veel resultaten opgeleverd. Want Duitsland heeft relatief heel weinig coronadoden. Had zijn zaakjes, bijvoorbeeld testen en mondkapjes en beschermde spullen, al
half maart uitstekend voor elkaar. Bijvoorbeeld Duitsland kon 750.000 testen per week uitvoeren, terwijl Frankrijk niet verder kwam dan 170.000. Zo groot waren de verschillen. Dat is nu een beetje bijgetrokken, maar dan zie je de verschillen in, ja, toch wel in voorbereiding op dit toch wel een beetje voorspelde onheil. Nederland liep eerlijk gezegd, ja, toch wel een beetje in de achterhoede. In Nederland, als je gewoon alles bekijkt, er is achter de schermen wel wat vergaderd, maar dat er echt een ambtelijke crisisgroep de boel ging optuigen, dat was pas eind februari. Dus een maand na het grote alarm van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Europese Unie. Enfin, dat zal ooit wel eens geëvalueerd worden bij een parlementaire enquête die onvermijdelijk is na de afloop van zo'n noodtoestand. Het zal wel een puntje kunnen zijn, maar dat verklaart wel een ander verschil. Namelijk de crisis in hulpmiddelen. Heel veel landen bleken uiteindelijk, ja, door slecht op voorbereid te zijn, opnieuw met uitzondering van Duitsland. Maar bijvoorbeeld ook Nederland, ja, zat daar toch wel in de achterhoede. En dat heeft op allerlei manieren effect gehad. We weten al die vreselijke verhalen uit de verpleeghuizen, waar gewoon geen hulpmiddelen waren. De testen, ja, nu komt dat een beetje op gang, maar dat heeft echt weken en weken geduurd. Terwijl andere landen al lang getest konden worden, ook allemaal vragen voor zo'n parlementaire enquête. En het derde, wat je ook ziet, is de reactiesnelheid. Er zijn landen geweest, in bepaalde publicaties zijn daar mooie overzichtjes over verschenen, die razendsnel reageerden na de eerste doden. Er is bijvoorbeeld een staatje, hoe vlug reageerde een land nadat er 3 doden waren gevallen, met bijvoorbeeld het verbieden van grote bijeenkomsten, echt massabijeenkomsten, en met uiteindelijk een totale lockdown. Nou, je hebt landen als Griekenland, Portugal, Noorwegen, Denemarken, die echt ongelooflijk vlug reageerden. En beter dan alle lockdowns, dat zie je ook, dat loopt parallel werkelijk aan het relatieve lage aantal slachtoffers. Hoe sneller je reageerde, en dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Taiwan en de ervaring in Zuid-Korea, hoe beter. Ja, Nederland opnieuw was daar toch wel in de achterhoede. Nederland duurde bijvoorbeeld 4 dagen na de eerste 3 coronadoden, voordat de massabijeenkomsten werden verboden, en 15 dagen voordat er echt een lockdown was. Dus Nederland eigenlijk met Groot-Brittannië een van de traagste landen. Ik wil daar niet zoveel naars over zeggen, want ik vind het Nederlandse regime persoonlijk eigenlijk ook heel wijs en heel goed. En ik vind dat onze regering zich uitstekend hersteld heeft hierin. Maar er zijn wel vragen opnieuw bij die parlementaire enquête. Wat is er in die maand februari eigenlijk gebeurd? Daar moeten wij toch nog eens een vinger bij leggen. Maar zoals de Duitse minister van Volksgezondheid vorige week al zei, wij zullen elkaar na afloop van dit alles veel moeten vergeven. Omdat het zoeken en tasten en experimenteren is geweest met het onbekende. Dus dat zal dan maar moeten. Maar het blijft een beetje verbazingwekkend. Wij als land, dat zodra er een stormwaarschuwing is van windkracht 12, dan staan we met z'n allen binnen de kortste keren op de dijken. En waarom heeft het nu meer dan een maand geduurd?